Nou, ik zeg heel eventjes, YouTubers, ik knip heel eventjes naar voren toe, want dan kan ik heel eventjes de comments er even bij gaan pakken. Dus we zijn terug in een seconde. Tot zo. Oei. Oké, nou, we hebben dus heel veel lol gehad met even weer even het vissen. Even de comment eventjes heb ik weer samengevat. Ik ga eventjes een paar comments ophangen en dan gaan we beginnen ons voor te bereiden voor het volgende avontuur. Want we hebben nou dus één avontuur gehad waar waarschijnlijk in 2 à 3 parts is geweest. Ik zou het echt niet weten, jongens. Dus zoals ik al zei, gewoon een opnamesessie voor de lols. Yep. Is goed. Dat is het allerbelangrijkste gewoon nu. Maar goed, even naar de comments van de dag dan. Want we hebben nou dus, ik weet niet hoeveel afleveringen gehad. Dus ik doe er nou gewoon 2. En ik zie dat we hier tot en met part 14 hebben. Tenminste, zo te zien wel. Dus dit wordt part 15. Oké. Okay. En die comment die komt van... Jack Hofland. Zo te zien hier. En die had geschreven, nope, niet de enigste. Of de nope, niet de enige. Nope, niet de enige. Zeg ik het goed? Even kijken. Ja, nope, niet de enige met een vraagteken. Dus Jack, bedankt voor het kijken. Het was een comment die heb je 2 maanden geleden geplaatst. Het is een tijdje geleden, maar... Hij staat erop. Oké, dan hebben we dus ook nog part 16. En Mume is driving me nuts. Hoor je dat? Oké, van aflevering 16, muziek valt weer heel eventjes weg. Die komt van Stan Hooligan. En die had geschreven, yes, Terraria. Zeker yes. Maar dan met J-E-S-S. Zoals dat het in de comments staat, zo komt hij daar ook te staan. En zover ik weet, die staan hier nog niet op de wall of comments, dus... Niet dat we dubbele zijn. Dus ik denk dat we goed zitten. En zo niet. Sorry. Maar dan ben ik dus heel erg nieuwsgierig. Want ik wil dus die gevaarlijke kistjes gaan maken. Van Soul of Light. En volgens mij had je er 5 nodig voor een sleutel. Geen idee. We hebben kistjes genoeg. De guide die staat bij mij thuis. Dus hi. Laten we eens even kijken. Souls of Light, daar kunnen we een heleboel van maken. Je kunt er een yo-yo van maken. Maar het gaat voornamelijk om die sleutel. Daar hebben we er 15 van nodig. Dus we moeten toch weer flink gaan farmen. We kunnen er maar eentje maken. En de rest, ja, dat is voor mechanical bosses en wat voor items. Maar geloof me, als ik dit ding in mijn handen heb, wat ik dus er eigenlijk van wil maken... Dan zijn die mechanical bosses een lachertje. En vergeet niet, de mechanical bosses die kunnen elk moment spannen wanneer dat ze zin hebben. Ja. Dus ik denk dat we het beste dan richting de Hallowed Biome kunnen gaan lopen. Waar dat die ook ergens uit mag hangen. En dan zo een beetje de Hallowed ingaan. En dan proberen zoveel mogelijk Souls of Light te gaan verzamelen. Dus. Maar we kunnen 1 kistje aan. En die gaan we dus nou ook zeker doen. Dus ik heb 1 Key of Light. Nou, even kijken, waar kunnen we dat het beste... Ik denk daar in die open veld daar bij die desert. Of misschien in onze battle arena. Oh ja, dat is toch bij... Hier zo, waar ik sta. Ja, even wachten. Ik moet heel even wat kogels kopen. Ja, ik heb ook even wat pumpkin seeds geplant. Ik heb nu door dat we nog niet die pumpkin pies hadden. Die wel superhandig zijn. Mm-hmm. Zeker, zeker. Oké, nou deze kistjes, daar heb ik er dus maar eentje van nodig. Dus... En van de hard mode... Dan mogen we de Souls of Light dan weer terug. Want dat ene kistje en die ene sleutel... Ja, dat is dus het behoorlijk dodelijk. We zijn er eentje tegengekomen volgens mij in part 18... Oh boy, ik maak me zorgen. Laten we maar hopen dat gelijk hier mijn bow eruit komt. Doei! Dit ding is heel erg dood. Oh.
Dit ding is heel erg dodelijk. Enorm. En irritant. Oh. Waarom heb ik de aggro? Pak die meemeer. Die meeleer, meemeer. Ik haal je naam en je klas door elkaar. Wat heb jij veel yo-yo's, joh? Ja, ik hou van het spelen met yo-yo's. We hebben hem bijna, we hebben hem bijna. Bijna. Hij moet mij, hè? Oké. Jee, we hebben hem. En? Interessant. Voor jou? Voor mij? Voor jou? Voor mij? Hij heeft jouw wapen gedropt. Fly knives. Oh. Dat is wel handig. Nou, dan gaan we maar weer terug. Gaan we eens even kijken waar dat Hello Biome ergens gespawnd is. Ik dacht dat hij hier was, maar dat weet ik dus niet zeker. Ik ben even op de map aan het kijken, maar... Ook zo bestuurbaar. Jongens, ik heb geen flauw idee waar dat die map eigenlijk zit, de Hello. Dus ik ga gewoon richting rechts. Oké. We gaan weer richting rechts. Ja, en iemand richting links, dan heb je gelijk twee die kofferen. Dus kijk waar de Hello biome begint. Oké, dan ga ik links. Nee, wacht even, ik ga naar beneden, want ik zie een Mimic. Ik zie een Mimic, ja, inderdaad. Nee, ik wil hem hebben. Oh ja, rare creature, die moet ik ook een beetje van vaker in de gaten houden. Ik heb hem gekilled. Een Titan Glove. Wait a minute, wat? Water? Ik heb een Nimble Slime Staff. Een Slime Staff? Ja! Dat is heel zeldzaam. Dat is 1 op de 10.000. Heel zeldzaam. Die is zo zeldzaam als een shiny. What the hell? Dus. Oké. Okay. Oeh, die flying knife is goed. Ik ben echt blij met die flying knife. Heerlijk is die. Ik zou trouwens wat beter ook letten op mijn ding, omdat ik heb de weather radio. En regen is namelijk heel erg belangrijk voor ons. Yep. Sowieso vanwege de Nimbusrot die Erwin kan pakken. De ice golems die dan spannen voor de frost armor voor Mume. Plus nog eens een keer de ice feathers om dus al onze vleugelset te krijgen. Waardoor dat, ik weet niet meer wie precies, bang hoeft te zijn voor falling damage. Ik heb nog falling damage. Oh, want dit zijn trouwens die pedals, die pedestals die jullie nu zien. Die komen van mijn armor af. Dus ja, ik was even vergeten dat we hier een corruptie hadden. Dark Shard? Ja, de Flying Knife is nu echt een van mijn favoriete wapens. Ja, het is jammer. Oh, hoi. Lost connection. Het is jammer dat ik de bonie heb. Je komt zo alweer terug, hoop ik. Toch? Nou, de reden waarom dat de Hello Biome dus zo belangrijk is om dus te vinden. Je hebt daar de eenhoorn, dus een soort van paard. En ja, die dropt dus zeg maar de unicorn horn.
En daarmee kan ik Holy Arrows maken. En die in combinatie met Bow, ja, dat is gewoon leuk. Dat is een van de final items. Nou ja, bijna final items. Het is de semi-final item waar ik voor wil gaan. Als Ranger Klaas. Nou, je hebt in ieder geval je flying knife. Ik wil mijn bow. Dat snap ik me altijd best. Nou, ik ben namelijk... Het is die angst van... Die, ja, de baas kan spawnen. Oeh, dit is de jungle. Ja, de jungle zag ik volgens mij heel hollow. Alleen toen verloor ik connectie. Nou, dit is in ieder geval geen hollow. Ik zei ook nou de jungle. Maar ja, ik weet niet of ik in mijn eentje wel hier verder wil. Nou, ik kom er dadelijk wel langs. Om je te helpen. Here I come to save your day. Want ik ben bijna al bij de oceaan aan deze kant. Dus als hij zegt dat hij de hello zit, dan geloof ik hem wel. Want ik ben al de dungeon voorbij. Dus... Ik heb ook een nieuw magic wapen nodig eigenlijk. Weinig damage. Nou, daar heb ik met mijn range. Ik zit nog steeds met mijn klappenpistooltjes te spelen. Ja, het water is paars. Hallo. Hallo. Ik ben onderweg. Hier zitten in ieder geval veel gevaarlijke beesten. Bij de hello bedoel je? Wow, ik krijg 168 damage. Nou, ook al bij de jungle, dit eerste stuk. Oké. Dit gaat niet heel fijn. Ik ben onderweg. Wacht even, volgens mij is de hollow in het midden van de jungle. Wat nou is het water weer blauw? Ja, ik zie het hier. Ah, damn. Oh. Ik werd achtervolgd door 4 van die beesten. Ja, dat is inderdaad wel erg dodelijk. Ja. Je kan ze bijna geen schade doen en zij doen jou 150 schade. Oesh. Nee, ik ga terug. Nou, ik heb eigenlijk zo'n paar van de unicorn horns nodig. Maar ja, eigenlijk is Soul of Light heeft een grotere priority. In verband met ja, dan kun je nog een betere magic item vinden voor Erwin en ja, mijn boog. Ik moet sowieso heel veel mijn flying knives gaan naar Reforge. Hopelijk kan ik dat. Holy snijvogels! Oh, ik heb een turtle shell! Oh! Dat is voor jouw ultimate armor. Inderdaad. En het is hier donker. Wat is de magic ultimate armor eigenlijk? Dat is de semi-ultimate, hè? Want er is nou, je hebt nou de, hoe heet het dan nou? Die extra event, die met die nieuwe baas. Ja, oké, maar hoe heet die armor dan? Buiten dat event, Lunar event, dan heb jij het Spectre armor. Ah, die. Kijken. Ik denk dat het slim is als ik gewoon een airbridge ga maken. Want dan kunnen we tenminste overal een beetje veilig komen. Ik heb plasma nodig zometeen. Nou, ik ben hier volledig aan het vechten met die turtles hier. Ik ben wraak aan het nemen voor jullie. En misschien wordt er Uzi gedropt. Oh! Erwin, heb je zo de kans om mij te kofferen terwijl ik dan een brug in de lucht ga maken? Tuurlijk, ik pak even een potion. Als we die nog hebben. Dit is zelfmoord. oh, we hebben nog genoeg.
Sta je veilig? Je bent daar. Oh, ik ben in de buurt van huis, dus ik kan beter gewoon van huis komen. Oh, trouwens jongens. Mag ik slimy echt niet gebruiken? Oké. Ik weet, ik ben Classlock, maar serieus, slimy. Ik heb een slime step gewoon. Ik wil hem gewoon heel eventjes aan de kijker laten zien wat hij doet. Kijk hier. Kijk. Doe maar. Kijk hier. Kijk, dit wat een kleine bouncy town! Doinkie, 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 doinkie. Ik wil hem aan jullie laten zien. Doinkie, 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 doinkie. Ik breek heel even de glas om gewoon heel eventjes te laten zien wat hij kan doen. Doinkie, doinkie. Hij doet nauwelijks schade. Nou, het is heel handig als je hem in het begin van het spel vindt. Behalve dat de kans extreem klein is. Ja, hij heeft echt 1 op de... Ja, 10.000 geloof ik. Tot hij spant. Nou, en die panels die doen hem inderdaad meer schade. Maar echt serieus, hij doet maar 1 schade aan die dingen. Oh, mag ik deze als huisdier houden als uit? Ik bedoel, oké, ja, hij stunt vijanden. Dus dat is niet eigenlijk eerlijk. Dat is niet fair. Nee. En wat ben ik blij dat het weer dag is geworden. Maar goed, we hadden ondergronds hadden we dus die Hello ook nog gevonden. Daar kunnen we dus even voor de Souls of Light gaan farmen. Dus ja, dan is daar gewoon even een groot gapend gat. En ja, vergeet niet jongens, dit is dus het nadeel van Terraria. Farmen. Yep. Je wil niet weten hoe vaak dat je wel niet gaat farmen. Even weer wat platformpjes maken. Oh. Turtle shell, die gaat hierbij. Wacht eens eventjes. Hebben we de wizard al? Ja, die hebben we al. Echt waar? Ja. Die staat als om de verdieping van jouw... de grond van jouw huis. Oké. Nee, want dan kan ik namelijk iets maken. Oké. Dan kan ik namelijk gaan voor die oneindige musket dinges. Had jij al een kristal bol trouwens, Erwin? Nee. Dat is best wel handig. Volgens mij niet. Ik weet niet of jij daar de monies voor hebt. Want het is eigenlijk meer voor jou als voor mij. Ja. Kijk, ik hoef hem alleen maar even bij te staan, zodat ik even iets kan maken. Maar voor de rest... 10 gold heb ik al. Heb ik sowieso. Laat ik eerst ook heel veel weer. Heb je hem al gekocht of niet? Nee, ik ben even... Erik had koffer. Oh, nou dan plaats ik hem even in je huis en dan krijg ik die 10 gold wel van jou een keer. Dan kom ik jullie, ga ik jullie kofferen. Hebben jullie trouwens ook een beetje veel hout? Maakt niet uit wat voor hout. Nee. Voor platformpjes. Erwin, jij? Nee, niks. Kun je dan heel veel het hout daar onder je hakken? Ik heb geen ex. Ik heb een ex bij me. Ik roggel het wiel. Ik kom even richting jullie al dus. Via de Skybridge. Op mijn gigantische bunny. Miep miep. Ja, het begint al een aardig lijntje te worden. Wie is er sneller? Wie is er sneller? Wie is er sneller? Hak die bomen heel even, anders kan ik hem niet door, ja. Nou, well, excuse me. Kun je dat alsjeblieft voor me doen? Ik zou het enorm waarderen.
Ja, ik zit nog steeds met de koperen bijl. Swiftness. Dan wat is dat? Is dat Dat is een stuk sneller. Ja. Nou ja, dan weet ik het al. Dan weet ik al wat mijn taak is. Ja, dan ga ik wel gewoon even hout hakken. Heb je genoeg hout, heel veel platforms, of moet ik... Ik heb er nou nog 56. Dan geef ik heel veel alles dat ik nu heb aan jou. Dan ga ik heel veel verder hakken. Ik heb nog genoeg hout om heel veel wat meer te maken, maar... Leuke audio komt daar, jongens. Alsjeblieft. Dankjewel. Oh, hier is een desert. Daar kan ik niet veel hout hakken. Dan ga ik heel veel weer... Nou, ik ga je wel verkofferen. Wie is een koffie? Wie is een koffer? Nou, ik ben eigenlijk een kist. Kistje! Oké. En een half uur zit later. Zit hier niet veel gevaarlijks eigenlijk. In ieder geval momenteel niet. Dit is leuk. Nou ja, het zorgt dus toch voor dat we daarna alles een stuk sneller kunnen doen. Nou, hier gaat het gevaarlijk worden, want we zijn bijna bij de jungle. Een waterkistje zie ik. Ik kom eraan om je te kofferen, want nu gaat het wel nodig worden. Oh boy. En de bomen zijn hier te hoog. Kill it with fire! Oh, schildpad. Jullie hebben air support. Misschien als je hem even een stukje naar boven laat lopen. Ja, moet wel in een helling omhoog. Ook zat? Ja, denk het wel. Drop een Uzi. Ah, dat is jammer. Huh. Waarom dropt hij dan geen Uzi? Wat een geluid dat die beesten maken, zeg. Best wel. Zet in ieder geval niet zo'n deurpeling. Oh. Hier naar beneden. Hier is hollow. Oké. Dus als we in principe hier gewoon een gat naar beneden? Volgens mij ging dat schuinwaarts. Ja. En wij zitten volgens mij in het gedeelte dat met de V, dus rechtsonder. Plus, je zit in een junglegebied. Ja. Dus dit zou eigenlijk de plek zijn waar ik dus hopelijk een eenhoorn tegen kan komen. Of ik moet met poeder gaan klooien. Om dus ergens anders een halo biome te kunnen maken. Ja, want hier stopt hij al. Ja. Worst place for a hello. Ja, best wel.
is wel enorm. Maar geloof me, de jungle die willen we echt niet in, dat is zelfmoord. Ja. Hoe deed je dat ook alweer? Volgens mij kon je zelf een jungle biome maken als je heel veel van die kristallen dinges die ik heb gemined. Als je die ergens plaatst, dan zou dat stukje hele biome worden. Je kan inderdaad een gebied omvormen. Ja, maar wij zijn ondergrond, zijn we ook al in een hele biome geweest. En... Yay! Slijmregen is altijd leuk. Dan krijgen we daar in één keer een King Slime. Oh, trouwens, beste kijkers, dat ding wat ik dus net gemaakt heb. Ja, het is echt lastig, want... Terraria is heel moeilijk op te nemen als je multiplayer aan het doen bent. Dus... Ja... Ik denk dat multiplayer eigenlijk veel leuker is om te streamen of zo. Misschien eigenlijk wel. En dat ik inderdaad dan een keertje een Terraria-serie, als ik Let's Play wil gaan doen, dat ik dat dan echt gewoon apart opneem of zoiets. Ik weet niet. Het is heel moeilijk om te focussen, het is knippen, farmen, weet ik het allemaal nog meer. Plus we zijn last... Ik ga hem niet cancelen, maar... Ja, hou er rekening mee tot dus. Ja, het is echt het wordt echt een filler van, heb ik er een aflevering voor, dan doe ik het uploaden. Maar vergeet niet, het is moeilijk om op te nemen, het is moeilijk met audiocommentaar, het is eigenlijk heel erg moeilijk. Houd daar maar gewoon op. Don't hate me. Dan ben ik eigenlijk nieuwsgierig. Want wij zijn helemaal... Daar heb je die jungle. Maar... waar jullie zeg maar naartoe lopen. Waar... Au. Even kijken hoor. Waar... Evan die is daar heel dichtbij in de buurt. Andere kant. Dat is een jungle cave waar jullie nou staan. Oh, King Slime is wakker. Inderdaad, ik zie hem alleen niet. Bij mij. Ah, hier. Ik ga zelf even kijken of ik in die Skybridge... Oh nee, niet bij die Skybridge. Ik denk dat ik dat dan bij de andere kan doen. Want ik weet dat ik heel veel... Zo, die was snel dood. Ja, best wel. Ik weet dat ik daar heel veel blokken van had gehaald, dus... Marble blocks... Ja, Pearlstone blocks. Daar kun je volgens mij je eigen Hello Biome mee maken. Met Pearlstone. Pearl, Pearl, Pearl. Nou ja, momenteel sta je nog heel veel in de veiligheid. Misschien dat jij even kan checken. Wat checken? Of dat inderdaad kan daarmee. Dat weet ik zeker. Oh, dan doen we dat. Dus wat ik hier nou tussen deze bomen ga doen, is ik ga hier gewoon eventjes een hele boel, een heel groot vierkant blok in de lucht neerzetten voor van die stone. Ja. En als het goed is, want als je 50 bloks in een bepaalde area had... Dan wordt het als een biome gezien. En ik zie hier al een regenboog komen. Oké, je hebt dus een hello biome gemaakt. Nou, het is nog niet officieel, maar ik zie wel de regenboog komen. Oké, nou dan denk ik dat we maar naar jou toe gaan. En de muziek begint te spelen. De hallo muziek. Hallo muziek. Of nou ja, ik ben er nog niet, dus ik hoor hem nog niet. Ja. Oké. En we hebben hallo. Wist jij dat niet, Erwin? Wel, tuurlijk wel. Tuurlijk wel! Shit, hoe deed hij dat toch? Nee joh, dat doe ik elke keer bij mijn singleplayer, hè. Dat doe ik altijd. Nooit geweten. Sorry, zo klonk het. Het klonk echt zo van, jawel, dat wist ik. Alleen handig is om het niet op de grond te hebben, anders gaat het verspreiden. Van stenen uit verspreidt het niet. Volgens mij van steen en van dirt kan het verspreiden. Ja, maar dit is geen steen, dit is pearlstone. Dan is het wel steen. Never mind.
Ja, en sowieso, dat stond tegen de dirt hier op de grond aan. En daartegen kan het verspreiden. Ja, hey, ik kan niet zomaar in één keer uit het niks beginnen te bouwen, hè? Nee, klopt. Maar ik zeg gewoon heel veel wat ik aan het doen was. Oké. Nou, we hopen ook dat die vijanden hier zullen gaan spawnen. Het zou wel horen. Ja, zoals de pixies en zo. Ja, misschien zou ik hem iets breder moeten maken of zo. Dus, mogelijk. En ik zal het hout hier weghalen. Kun je trouwens zien hoeveel damage je in totaal nou doet? Ja, met de damage counter. Oh, dat heb ik dan niet, oké. Ik doe 24 damage per second op dit moment. Wat hij zegt. Nou, momenteel zou je het kunnen zien, want je staat dicht in de buurt nu van... Oh, doe hetzelfde, oké. Apart. En nog steeds geen regen ook niet. Waarom nou? Is er nog geen één gespand. Oh, ik kan het in ieder geval iets makkelijker maken. Die sunflowers moeten dan weg. Nu spannen er iets meer vijanden. Ja, plus ik ga de biome ook iets breder maken. Wacht, dan is het makkelijker om eigenlijk van onder te beginnen. Dat bouwt wat makkelijker. Boom, jij zit in de weg. Handig zo je eigen biomes maken. Geluid. Meer. Aaron's having fun. We hebben in ieder geval dan al onze eigen bovengrond. Ik weet niet, volgens mij spannen die beesten niet echt veel bovengrond. Nou ja, die... In de nacht bedoel ik dan, hè? Oh, dat weet ik niet. Nee, ik denk het eigenlijk niet, inderdaad. Nou, ik zie dat de water die is opgekleurd, dus... Alle tekenen dat de bij me in ieder geval geslaagd is. Ja, dus dan zouden ze hier gewoon moeten spannen. Ja. En het vliegt, dus het verspreidt zichzelf niet. Blijft mooi binnen dat gebied, inderdaad. Ach, wat lief, je hebt hartjes. Ach, Erwin, wat lief. Nou. Sorry, die moest. Oké, dat was alles wat ik had. Ik spring hier. Hé, kijk, een sikkel. Ja, spannen. Wat? Hey, Pixie! Oh, oeps. Pixie dust.
En dat andere beest. Maar ik wil die eenhoorns. En we zitten helemaal op uitgezoomde modus. Ik wil fixen, jongens, maar geen seconde. Ik ga heel voor wat licht zorgen. Kan iemand mij even kofferen? Tuurlijk. Ja hoor. Dank je. Geen probleem. Ik loop hij nou nog goed. Ja, hij loopt goed. Oké. Okay. Oké. Nou ja, ik zal sowieso niks hebben nog aan die... aan die pijlen. Aangezien dat ik mijn boog nog niet heb. Komt wel goed.